Breda Nu. Je weet het meteen. Wat houdt verantwoorde voeding precies in? En wat betekenen termen als suikervrij, biologisch, paleo en flexitariër? Om dat te weten komen zijn we vandaag hier bij de Organic Kitchen. Mijn naam is Maarten de Leng en ik ben vandaag verantwoordelijk voor de launchparty van Organic Kitchen. Helemaal goed. En vandaag deze, jij zegt al, launchparty in de Stadsgalerij in Breda. Waarom is het vandaag? Nou, Organic Kitchen is een platform, een online platform waarbij we dagelijks zoveel mogelijk mensen natuurlijk proberen te inspireren. Maar het is ontzettend belangrijk om ook die verbinding tussen online en offline te leggen. Want uiteindelijk, hier gebeurt het in het echte leven, om het zo maar te zeggen. Nou, en dat is wat we vandaag ook willen laten zien. We willen Organic Kitchen mensen laten beleven, laten voelen en met name ook laten proeven vandaag. En waarom hier in de Stadsgalerij? Organic Kitchen is geïnitieerd vanuit Breda. Stadsgalerij Hartje Breda, dus een hele logische plek voor ons vandaag om de kick-off te geven. En wat verwacht je van vandaag? Nou, wat ik hoop vandaag is dat wij aan alle gasten die hier zijn daadwerkelijk laten zien wat de toegevoegde waarde van Organic Kitchen is. Zodat zij hier vandaag weggaan en zoveel mogelijk andere mensen gaan vragen, inspireren om ons te gaan volgen en met ons mee te gaan doen. Goed, Pieter, je bent initiatiefnemer van de Organic Kitchen. Kun je mij iets vertellen over dit initiatief? Ja, zeker. We zijn een jaar geleden kwamen we eigenlijk erachter dat er eigenlijk weinig platformen waren waar mensen terecht konden voor verantwoorde voeding. En waar wij het een poort wilden maken voor mensen die iets met voeding willen, die het niet weten, die dingen willen leren. En wij als producent en distributeur van biologische levensmiddelen kwamen eigenlijk in de verleiding en eigenlijk de behoefte om iets na te laten, iets wat uit het hart komt en niet roepen van koop meer smaak, maar we wilden graag met mensen delen en mensen de gelegenheid geven om bijvoorbeeld recepten, informatie te kunnen vinden. Dus we hebben een foodiepedia op de Organic Kitchen gemaakt om recepten te kunnen zoeken. Je kunt daar zoeken naar berichten op tv, je kunt er lezen van bloggers. Er is van allerlei inspiratie te halen om de keuzes te maken om verantwoord te gaan koken. Hey Lindsay, jij bent blogger voor Organic Kitchen. Ja. Kun je vertellen wat je blogt of waar je over schrijft? Nou, vooral over gezonde recepten, gezonde producten die wij gebruiken in de recepten die wij op Organic Kitchen zetten. Daarnaast is het zo dat wij heel veel met puur biologische producten werken, omdat het beste is eigenlijk voor je lichaam. Dus ja, zo raw mogelijk, terug naar de oertijd. Je kent het misschien wel, het paleo-dieet, glutenvrij, et cetera. Ja, dat komt daar wel een beetje in terug. Omdat er juist tegenwoordig heel veel mensen zijn met een intolerantie of een allergie. Dus daarop baseren wij het ook een beetje. Waarom is het zo belangrijk dat mensen zo eten? Nou ja, voor mij persoonlijk, want ik spreek natuurlijk voor mezelf, is het belangrijk dat je je lichaam voedt met de juiste voedingsstoffen. Dus als je bijvoorbeeld naar een ongezond tentje gaat en daar iets een snelle hap pakt, dan heb je ook snel weer honger. Maar juist deze producten die wij gebruiken, die zorgen voor een langer verzadigend gevoel. Dat je ook echt daadwerkelijk iets hebt aan wat je eigenlijk naar binnen stopt in je mondje. Goed, Ger, ik zie hier insecten, het voedsel van de toekomst. Dat klopt. Kunt u daar iets over vertellen? Uiteraard. Het is inderdaad het voedsel van de toekomst. We moeten met elkaar een heleboel mensen in de toekomst gaan voeden. Naar verwachting zo'n 9 miljard in 2050. Nou, dat kunnen we niet als we op dezelfde manier doorgaan zoals we nu doorgaan. Vandaar dat we insecten als een hele goede optie zien voor onze behoefte aan dierlijke eiwitbronnen. Ja. En welke insecten zijn het allemaal? Nou, wat wij in Nederland nu brengen, ook vanuit Nederlandse kwekerijen, zijn vier soorten. Dat zijn de buffalo-larven, dat is een kleine meelworm, de gewone meelworm, de krekel en de sprinkhaan. En ja, natuurlijk de vraag, iedereen denkt natuurlijk, is het wel lekker? Ja, over smaak valt niet te twisten en uiteraard is het heel erg lekker. En het moeilijkste van insecten eten is de eerste keer. En dat proberen wij ook op dit soort evenementen weer te bewerkstelligen. Dus ik daag je uit om je eerste keer ervaring hier mee te gaan maken. En ik hoop dat er een knopje omgaat, net als bij mij. Het is hartstikke lekker en dat moet je een keer ervaren. Oké, wat ga ik eten? Nou, het meest laagdrempelige is in dit geval even een meelworm te proberen. We hebben daar een heerlijk smaakje aan gegeven. Je mag kiezen tussen lime koriander of hamkaas. Even erbij pakken. Hamkaas. Je trekt meteen zoveel. Proost, jongens. Weet je, Leon, ga jij even lekker doen om eentje spelen? Zit je doosje te tikken of zo? Ga gelijk in de burger, kan je misschien wel.
het smaakt eigenlijk best wel prima. Echt inderdaad naar hamkaaschips. Ja, ik vind ook dat je als je met vlees, en eigenlijk is dit vlees, moet je ook iets doen. Als je kip gaat eten, ga je het ook kruiden. Dus vandaar dat we hier een bijpassend kruid, en ik vind het heel erg leuk om dan hamkaas te doen, bij een meelwarmpje. Nu iemand. Nu. Wij zijn van de smaakspecialist. Smaakspecialist zelf.